Ook dit weekend is het Seniorenjournaal weer te bekijken op Info Thuis. We hebben wat onderwerpen bij elkaar verzameld, dus laten we snel beginnen. Nou Geert, we staan op een bijzondere plek. Wat gaat hier gebeuren vandaag? Nou, na 4 maanden geleden toen we aan de wethouder wat hebben aangeboden, het rapport over al die struikelpunten, gaan ze hier nu op de Landreestraat, hetzelfde punt, beginnen met een structurele aanpak van de hele straat. Dus het is we zijn er heel erg blij mee. We gaan aan de slag. Ja. Top. We staan hier voor een bijzondere klus. Wat gaat u als bedrijf hier doen? Ja, het is de bedoeling dat deze straat zeg maar uitgebroken wordt. En vervolgens vindt er een herinrichting van de straat plaats. De huisafsluitingen, de riolering wordt ook vervangen. De verwachting is dat het eind van het jaar zo'n beetje opgeleverd gaat worden. Ja, je ziet het, de trottoirs, de stoepen moet ik zeggen, liggen er vaak gewoon niet allemaal goed bij. En dat heeft heel vaak wat te maken met bomen, met wortels die omhoog komen zetten. Ja, bomen zijn natuurlijk heel mooi, maar daar hebben we ook wel last van. Geen bomen kappen of wel? Nou, kijk, dat is de discussie. Ja. Hè? In een heel enkel geval zou je daar toch wel naartoe moeten gaan. Want grote bomen, we staan hier naast een heel grote boom. Ja. Op zich denk ik prachtig, op het moment dat hij ook weer groen is. Ik denk dat de buurt er heel blij mee is. Ja, dus de ene helft van de buurt zal zeggen, laat alsjeblieft staan. De andere helft zal zeggen, haal hem al weg. Want iedere zoveel jaar, dan komen die wortels weer op en hebben we daar last van. Dus dat is wel een spanningsveld. Is dan alles gedaan of komt er nog wat bij? Dit is dan in Loosduinen. Maar dit gaat voor de hele stad. Maar in bepaalde wijken zijn ze ook heel druk bezig. En zoals in Ypenburg en in Zegbroek zijn ze al heel ver, gelukkig. Dat is dus meerdere vliegen in één klap. Dit is een klus die zeg maar, in één keer zeg maar, uitgevoerd wordt. Ja. We pakken het wel gelijk serieus aan en daar zijn die meldingen ook heel goed voor. We hebben inderdaad die 400 meldingen een half jaar geleden gekregen. 4 maanden geleden was het trouwens. Ja. En toen hebben we gezegd, over een half jaar zien we elkaar weer. Nou, we zijn ietsje sneller van start gegaan en dus 4 maanden. We hebben meer dan de helft, ik denk zo'n 60-70% inmiddels van al die meldingen op kunnen lossen. Nou ja, dit is een voorbeeld van een heel grote straat waar we in één keer alles maar pakken van gevel tot gevel. Dus ja, we gaan flink van start inderdaad. Met hoeveel mensen gaan jullie hier aan de slag? Nou, dat zal een beetje afhankelijk van de voortgang, denk ik. We hebben hier ook met wat zijstraatjes te maken. Maar ik denk zelf van een mannetje of 6-7, verwacht ik. Blijven jullie dit dan in de gaten houden? We hebben al een afspraak staan met de wethouder. In ieder geval 2 keer per jaar met elkaar contact opnemen. En wij blijven vanuit de Stedelijke Oudercommissie aandacht vragen. Structureel hebben wij contacten met zowel deze wethouder voor het openbare ruimte. Maar ook met onze eigen, de wethouder voor ouderen, Kavita Babudayal. De gemeente geeft ons regelmatig interessante informatie. Hoi, ik ben Mion en ik ben archeoloog en ik werk voor de gemeente Den Haag. En achter mij zijn ze bezig met de opgraving aan het Spui in het centrum van Den Haag. En in deze aflevering kom je meer te weten over wat we hier hebben gevonden en wat deze locatie zo bijzonder maakt. Hoi, ik ben Angelco en ik ben projectleider van dit archeologisch onderzoek hier op Spui Gedempte Gracht in Den Haag. En wat hebben jullie hier allemaal gevonden?
Nou, we hebben heel veel funderingen gevonden, met name en vloeren en afvalputjes en waterputten uit de periode daterend van circa 19e eeuw tot helemaal terug in de 15e eeuw. We zijn nu bezig met put 3 aanleggen en zoals je kunt zien zijn er heel veel funderingen te zien. En dat zijn funderingen van de achterhuizen die aan de gedempte gracht hebben gestaan en van de achterhuizen die nog steeds aan het spuit staan. Dat zijn monumentale panden en die zullen opgeknapt worden. Die worden gelukkig niet afgebroken. Nou, wat interessant is van deze locatie, wat een hele grote verrassing was trouwens, was de vondst van hele grote molenstenen. En die zijn van een rosmolen die hier in de late 18e en de vroege 19e eeuw heeft gestaan. En die rosmolen die werd voortgedreven door één of twee paarden. Dus het was niet een klassieke molen in de zin met wieken. Daarom heet het ook een rosmolen, dus ros, paard. Uit onderzoek, historisch onderzoek, weten we dat daar schelpen werden vermalen. En waarschijnlijk ook nog iets van steengruis of zo. Of het maken van kalkspecie. En specie werd gebruikt om te metselen. We zijn nu bezig met het onderzoeken van een beerputje uit die periode. Dus de late 18e eeuw, vroege 19e eeuw. En daar vinden we dus heel veel kalkresten van die klompen kalk. Maar ook heel veel vuursteenknollen. En waarschijnlijk werd een bepaald percentage vuursteen ook vermalen. In verhouding met vermalen schelpen en kalk. Daarmee werd dus een soort tras of kalk of een kalkspecie gemaakt, zeg maar. Dus dat is eigenlijk best wel een nieuw inzicht van deze locatie. De echte ambacht, zeg maar, uit die periode. We spraken met een van de mensen van het Haags gemeentearchief over het belang van het bewaren van oude foto's en filmbeelden. We zijn hier diep onder het Haagse stadhuis in een van de depots van het Haags gemeentearchief. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier met Elle van der Waarde, gemeentearchivaris. Nou, welkom in het Haags gemeentearchief. Hier in dit depot bewaren we heel veel van die prachtige materialen die wij verzamelen. Ik ben hier met een bijzondere reden. Ik heb een tijd geleden een doos vol met foto's en films gekregen. En nou is de vraag, wat zal ik ermee doen? Zal ik het weggooien? Nou, vooral niet weggooien, zou ik zo zeggen. Kijk, we kunnen niet altijd al het materiaal opnemen, want filmpjes van verjaardagsfeestjes, et cetera, ja, dat voert een beetje te ver. Maar heel veel materiaal, zeker een bewegend beeld van vroeger, over de stad, uit de stad, stukjes stad die we daarop kunnen zien, dat vinden we ontzettend interessant en dat nemen we heel graag in de collectie op. Hoe moet je dit materiaal inleveren? Nou, wat het beste is om gewoon een mailtje te sturen aan ons. Ons mailadres vind je op de website. Dan stuur je een mailtje. Dat komt dan terecht bij onze conservator audiovisueel, noemen we dat. Dat is degene die alles doet met bewegend beeld. En zij neemt dan contact op om te kijken wat is het voor materiaal. Zullen we er samen een keer naar kijken? Ze kan dan ook je thuis komen gewoon om het even te bespreken en te bekijken. Wat kunnen we opnemen en hoe gaan we dat doen? Zeker als materiaal nog op
zeg maar, verouderde dragers zit, wat we dan noemen, hè, oude filmblikken. Dan moeten we ook eerst even kijken van hoe maken we het digitaal. Want ja, we hebben het toch digitaal nodig om het te kunnen laten zien. Als ik jullie deze spullen geef, wat gaan jullie er dan mee doen? Als wij het hebben, dan maken we het digitaal. Dat is even de eerste stap. Omdat we het dan ook goed kunnen zien en we kunnen het goed tonen. En dan kunnen we ook een digitale kopie aan de schenker teruggeven. Dat is het eerste wat er gebeurt. En wat we natuurlijk ook doen, is het materiaal beschrijven. Want anders kunnen we het niet vindbaar maken. Dus het materiaal wordt beschreven van wat staat er zo'n beetje op. Wat zien we op de beelden? Dat wordt in een systeem gedaan. Dat noemen wij dan het collectiebeheersysteem. Dat is een systeem waarin we al onze materialen beschrijven. Met veel trefwoorden en met zo uitgebreid mogelijke beschrijving. Zodat als mensen online zoeken bij ons op de website en in de catalogie, dat het ook goed vindbaar is. Het digitaal maken is heel belangrijk en het goed beschrijven van het materiaal, zodat het teruggevonden kan worden. Dat is het allerbelangrijkste. Heeft het zin om bij de beelden zeg maar een verhaal toe te voegen? Zeker, dat helpt ons enorm. Dus het verhaal bij de beelden nemen we ook heel graag erbij op. Als mensen dat ook willen vastleggen, gewoon in een document of iets dergelijks. Dat waarderen we enorm, want dat helpt ons heel erg met het beschrijven. Zo zeker met beeldmateriaal is de context van het verhaal. Hè, wat zien we nu eigenlijk, waar kijken we nu naar, is ongelooflijk belangrijk om het ook waarde te laten hebben. Dit is een document uit 1811. Dat was toen de Franse tijd. En Lodewijk Napoleon was toen vorst van Nederland. En hij resideerde in Amsterdam. Dat was trouwens de enige vorst die niet in Den Haag neerstreek, maar in Amsterdam. Maar Lodewijk Napoleon die wilde toch wel graag Den Haag bezoeken, maar Den Haag was geen stad. Had geen stadsrechten gekregen, nooit. Nou, om nou een dorp te gaan bezoeken als vorst, dat was, voerde toch een beetje te ver. Dus wat heeft Napoleon Bonaparte toen gedaan, hè, de keizer in Frankrijk, die heeft toen dit document opgesteld waarin Den Haag tot Le Bonville de l'Empire wordt verklaard. Dus de goede stad van de keizer. En daarmee was Den Haag dan toch een beetje stad geworden en kon Lodewijk Napoleon worden ontvangen in Den Haag. Nou, daar is dit document getuigd daarvan. Prachtig. En dit doen we dan omdat te veel licht voor zo'n kwetsbaar document niet goed is. Ik heb zelf met een dame naar de filmbeelden gekeken en haar verhaal opgenomen. Precies. En dat samen, het verhaal met de beelden, dat maakt ja, het belangrijk historisch erfgoed.
jullie hadden ook een bijzonder oorlogsproject. Ja, vorig jaar zijn we ontzettend druk bezig geweest om zoveel mogelijk bewegende beelden uit die oorlogsperiode van Den Haag nog te verzamelen. Dat hebben we deels bij particulieren gedaan, dus bij gewoon Hagenaars die nog iets hadden liggen. Super dat ze het ons hebben willen geven. En we hebben ook andere archiefinstellingen in Nederland nog afgezocht om dat materiaal te vinden. Dat heeft geleid tot 82 nieuwe filmbeelden, stukjes film, die we hebben kunnen traceren. En dat is natuurlijk ongelofelijke winst dat we dat nog bij elkaar hebben kunnen halen. En ook van iedereen de toestemming hebben gekregen om het op onze website te laten zien. En wie weet wat er nog aan foto's en filmbeelden ergens op de plank liggen. Dat klopt, ja. En bewegend beeld van vroeger is hartstikke waardevol. Dat doen we ook heel graag veel mee. Dat kunnen we op de website laten zien. We kunnen daar compilaties van maken. Dus dat vinden we altijd heel bijzonder. Maar fotomateriaal is ook hartstikke belangrijk. Dus foto's vanuit Den Haag uit vroegere tijden nemen we graag op in de collectie. Ik zag ook op jullie website dat jullie ook beelden uit Leidschendam en Voorburg verzamelen. Daarom de vraag, moet het beeldmateriaal uit deze regio zijn? Nou, we concentreren ons wel heel erg op Den Haag. En dat heeft ook een beetje een technisch kantje, omdat de gemeente Leidschendam-Voorburg het heel fijn vindt dat wij hun archieven en collecties beheren. Maar zij hebben aangegeven dat het verwerven van nieuw particulier materiaal, dat vinden ze niet zo belangrijk. Dus daar richt onze aandacht zich niet op. Dus we focussen heel erg op Den Haag. Naast foto's en films, verzamelen jullie nog andere dingen? Nou, wij verzamelen alles wat ik dan maar onparlementair plat materiaal noem. Dus documenten, prenten, tekeningen. We hebben natuurlijk ook middeleeuwse charters in de collectie. We hebben affiches en natuurlijk foto's en bewegend beeld en ook geluidsopnamen. Dat verzamelen we allemaal. Ik zag ook dat jullie opnames van lokale media verzamelen. Ja, we hebben bijvoorbeeld de collectie van Locatel. We hebben de collectie van de Migrantenomroep. Ik vind dat zelf persoonlijk waanzinnig mooie tijdsbeelden. Als je die nog eens een keer bekijkt, daar kunnen we ook heel veel mee. Ja. En we zijn ook bezig met de collectie van Omroep West. Dus dat is ook belangrijk. Want ook videobanden kunnen historische waarde hebben, toch? Als het historische waarde heeft, zeker. En dan zetten we die natuurlijk zo snel mogelijk om in digitaal, want video is kwetsbaar. Op een gegeven moment kun je het niet meer aflezen, die banden. Dus als het belangrijk materiaal is, nemen we het ook graag op.
Ik heb zelf namelijk een archief van filmpjes die ik de afgelopen 35 jaar heb gemaakt. En die gaan, als ik ga hemelen, naar jullie toe. Ja, dat is hartstikke goed en heel belangrijk. DVD is heel prettig om in huis te krijgen. Maar ook als het DVD is, zetten wij het altijd nog om naar digitaal. Ja. Ik wou dit nog heel even laten zien. Wij hebben namelijk ook heel veel middeleeuwse charters. En dat is een hele grote collectie van Den Haag en Leidschendam-Voorburg samen. Dat is in oudschrift geschreven, dus dat is niet goed leesbaar voor de meeste van ons allemaal. Maar wel een hele belangrijke historische collectie die we beheren. Ja, en wat zijn charters precies? Charters zijn middeleeuwse documenten die afspraken die een soort juridisch gehalte hebben. Dus een financiële transactie, eigenlijk transacties moet ik zeggen. Financiële transactie of iets juridisch, dus de overdracht van land bijvoorbeeld. Of de afspraken die een landsheer met boeren maakte. Bijvoorbeeld over het aantal, hoeveel belasting betaald moest worden. Of dat de boerenzonen in zijn leger moesten dienen. Nou, dat soort dingen werden dan in charters vastgelegd. En daar werd een mooi zegel op geplakt en daarmee was het dan rechtsgeldig. Als het gaat om het innemen van nieuw materiaal, het ontvangen van nieuw materiaal, kijken we altijd ook naar wat hebben we al in huis. We vinden het heel belangrijk dat iets toegevoegde waarde heeft. Dus dat het iets toevoegt aan de collectie. En wat wij zelf zien is dat we materiaal van de afgelopen 40, 50 jaar, dat we daarin nog lang niet altijd alles hebben. Dat kan natuurlijk ook niet alles. Maar we zouden het echt wel heel mooi vinden om materiaal vanaf de jaren 50, moet ik eigenlijk zeggen. Den Haag breed, dus ook wijken en straten die niet zo goed gedocumenteerd zijn. Die veranderingen in de stad. Als daar iets van binnenkomt, zijn we daar extra blij mee. Den Haag heeft natuurlijk vanaf 1870 een enorme groei doorgemaakt. Maar daarna, vanaf na de Tweede Wereldoorlog, wederopbouw. Nieuwe wijken die werden gebouwd. De stad moest natuurlijk vanuit die Atlantikwal, kaalslag, moest ook weer opgebouwd worden. Dus dat heeft natuurlijk enorm veel nieuwe delen in de stad opgeleverd die zich zijn gaan ontwikkelen. We hebben vanaf de jaren 60 natuurlijk ook heel veel nieuwkomers in Den Haag gekregen. Dus die stad is zich enorm gaan ontwikkelen, is enorm gaan veranderen en die veranderingen willen we ook heel graag vastleggen.
Wat doen jullie met materiaal waar jullie eigenlijk niks aan hebben? Dan zijn wij heel erg bruut. Dat weigeren we aan de poort. Want wij vinden dat als we materiaal innemen, dan moeten we er ook goed voor zorgen. Dan moeten we het ook houden. Dus we kijken wel bij de entree van, past het in de collectie? Kan het iets toevoegen? Als het antwoord ja is, dan nemen we het heel graag op en gaan we er heel goed voor zorgen. Maar als we denken, nee, het past echt niet bij ons, dan nemen we het niet op. Dan proberen we ook wel altijd een advies te geven aan mensen waar ze het eventueel elders kunnen aanbieden. Nu is die oproep voor oorlogsbeelden al een tijd voorbij, maar kan ik nog steeds dingen inleveren? Ja, als er nog bewegend beeld uit de oorlog tevoorschijn zou komen, nemen we dat met ongelooflijk veel plezier in ontvangst. Is omgevlogen. Voor meer leuke en interessante onderwerpen zult u moeten wachten tot de volgende keer. Een fijne week gewenst.